Hey, hallo en welkom. Leuk hier allemaal zijn. Vandaag, jongens, we zijn er weer. We zijn gewoon weer terug in Content Veen met de skeleton. Nee, het is even een tijdje geleden voor mij. Ik ben een hele week op vakantie geweest. Voor jullie voelt het waarschijnlijk als 2 of 1 dag dat met qua videoverschil. Maar dat is het niet voor mij. Ik ben een hele week weg geweest. Dus ik ga even kijken wat de veranderingen zijn. Hoe en wat. Maar leuk dat jullie er allemaal zijn. Ben je nou nieuw? Abonneer zeker dan even. En like even aan deze video voor 2.500 likes. Kom op. Ja, wat ik zei. Ik ben weg geweest. En er is hier dus ook... Er kan van alles gebeurd zijn in de tijd dat ik weg ben geweest. Ik ben heerlijk weekje even naar Lassis geweest. En naar Rimini in Italië. Maar we zijn terug. En we zijn gelijk. Ik vertrouw het ook gewoon niet. Ik ga het weghakken. Waarom zou iemand zoiets aandoen bij mij? Waarom zou iemand mij dit aandoen? Ik ben altijd eerlijk met iedereen. En ik vertrouw het ook gewoon niet. Ik heb echt het gevoel alsof er van alles gebeurd is in die week dat ik weg ben geweest. Alsof als ik overal waar ik kan lopen, dat er een val kan zijn. Of dat ik geprankt kan worden of zo. I don't know. In ieder geval, mijn muur die is goed op weg. Het is wel nacht, dus ik ga even smeken of mensen kunnen slapen. En jongens, er is een nieuw lid in de server. We hebben een nieuw iemand. En ik ga gelijk laten zien wie dat is. Ik ga er nu heen. En dan gaan we hem even introduceren aan jullie. Kijk, mijn nieuwe netherportal. Hij is ook echt leuk. Ik ben echt nog steeds tevreden hiermee, joh. Maar hoe kom ik daar? Waar is het? Waar moet ik überhaupt heen? Oké, hier is Jordi in Annenbase. Hier is Rick Force. Maar het is niet Rick. Het is iemand anders. Maar ik weet niet. Misschien vind ik wel een pad. Ik weet nog niet of hij een pad heeft naar zijn huis toe. Maar we gaan het zien. En anders moeten we heel ver lopen. Hey, no! Hey. Hallo. Hey. Wally de Wando. Reno de Reenoot. Ik heb jou nog geen keer gezien. Vakantiegangen. Hey. Als jij bent hier al legit. Hoe lang ben je? Een weekje? Ik heb je nog geen één keer gezien en je hebt echt al heel een Chinese touw. Of wat is het Japanse touw gebouwd? Nee, hou, motherfucker. Dude, dit ziet er echt nice uit. Je bent van plan om een heel dorp te bouwen, of? I don't know, man. Je zit een geheime doorgaan. Nee. Jammer weer. Ik heb er gewoon nooit. Jammer weer dit. Hoe heb je deze stijl bedacht? Heb je een beetje opgezocht en zelf gebouwd, of? Alles. Ik had het al een keertje gebouwd. En een beetje van magie en een beetje van Reno. Een beetje van magie en een beetje van Reno. Ik vind de dingen zo leuk. Blokken, aparte blokken gebruik je. Ja. Ben je al eens bij mij thuis geweest? In de tijd dat ik weg was? Ik ben stiekem geweest toen... toen was jij er niet. Toen was je op vakantie. Oh, sorry. Je hebt hier heel veel van die hoog gebouwd. Dat kan ik zien aan de potsel op de grond. Ja. Als je die bomen plaatst, verandert de grond in potsel. Dat is kut, hè? Ja, dat is helemaal kut. Dat is echt vervelend. Hey, ik wil even langs winkeleilandje. Want ik heb een heel mooi winkeltje gebouwd. Waar waarschijnlijk niet veel gekocht is door jou. Want ik zie je nergens. Zeg maar glas, zand of dirt. Dus jammer weer dit. Dan, maar waar zijn je kisten? Oh, die wil ik dus hierin gaan doen. Dit in is dit het huis. Storage. Oh ja, natuurlijk. Want dit is momenteel je. Zo had ik het ook heel lang hoor. Maar ik had uiteindelijk maar Rick's huis overgekocht. Ja, troep gewoon. Maar je hebt echt weinig kisten ook. Je verdeelt alles in maar 3 kisten. Al je spullen in maar 3 kisten. Dat zegt. Ja. Ga je mee naar het winkeleiland of blijf je hier? Ik wil ook best wel niet mee. Ik ben fucking niet er. Zo, het winkeleiland is... Wat is dit? Wat is dat zand? Ah, dat hebben we gekocht, deze kavel. Kavel gekocht. Oké. Okay. Wat is dit? Is de brug dicht? Dat zijn we helaas gesloten. Oké. Okay. Gesloten nog een aapje. Ja, maar de brug is toch open? Of ligt dat erbij? Is de brug dicht? Ja, dus we gaan naar binnen. Ja, vandaag diamonds in de hopper gooien. Oh, Infinity 10 Diamonds Silk Touch. Oh, van wie is deze? Van Rick. Rick, jongen. Rick heeft echt een goede winkel. Max, ik heb even 4 stage lease gepakt. Ik heb geen diamond bij me, die heb je nog te goed van me. Ja, prima. Reno, heb ik geld verdiend, denk je? Ik hoop het voor je. 1 diamond! Nee! 2 diamonds. Oeh, nou, op zich, niks. Niemand wil lease kopen. Hé, hey, toch 3 diamonds? Kijk. Dikke stacks. Hoppatee. Hoppatee, kan ik weer een pickaxe van maken. Just een vraag of je langs komt. Ik kom er nu aan. Hij komt er nu aan en hij loopt naar zijn eigen basis. Ah! Ja. Er loopt een team van die best. Ja, ik merk het. En hier is hier nog één. Jij bent ook. Net als wat ik doe. Helemaal niet geblikeerd, maar gewoon alleen maar bouwen. Ja, ik heb het hele dat boeit me al echt niet keer. Nee. Ik ben ook niet aan het minen gewoon. Ik ben alleen maar een beetje aan het bouwen. De eigen dingen aan het doen. En af en toe plek uithalen en zo. Tot morgen. Ik hou van je. Ik niet van jou. Mis je. Oké, okay, jongens, we gaan de muren eens afbouwen. We hebben Reno, dat is het nieuwe lid van de server, de nieuwe lid van Content Veen. En wie weet komen er binnenkort nog meer nieuwe. Maar goed, de muur moet af. Dat betekent is dat er heel veel steen tussen moet. Laten we beginnen met gewoon normaal steen plaatsen. Later kunnen we daar andesite tussen doen. Of zullen we eerst alle overige houtstukjes... Nee, ik denk dat ik eerst het steen wil doen. En daarna het overige hout overal tussen wil plaatsen. Dus de slabs, de stairs, en so on. Dan het randje erover bouwen, maar eerst dus alles dichtbouwen. Hier komt de poort.
ik denk dat ik die dan als eerste ook doe. Maar daarvoor hebben we steen nodig. En we waren net bij het winkeleiland. En stom genoeg heb ik geen steen gekocht. Maar ik denk dat ik zelf ook wel even heel veel kan smelten. Voordat ik het ga kopen. Ik heb namelijk best wel veel kool wat ik kan gebruiken. Dus dat gaan we dan ook doen ook. We hebben de hele furnace vol gepropt met al het kool wat we konden vinden. En nu proppen we het helemaal vol met al het cobblestone dat we kunnen vinden. En dan halen we al het stone eruit wat we eruit kunnen halen. Ik vind het in ieder geval heel leuk om weer terug te zijn, jongens. Ik vind het heel leuk om weer lekker op Minecraft te gaan. De serie doet het telkens maar beter en beter. Dus deel het zeker even met je vrienden. Maar jongens, hebben jullie Content Veen al gezien? Want Content Veen... In de tussentijd dat het smelt, kunnen wij misschien beginnen met een soort pad bouwen. En een soort terraforming van het gebiedje. Dat we het gebied een beetje aanpassen, wat gras overal plaatsen. Want dit steen hier, dat moet gewoon gras worden. De hele vloer moet aan het begin gewoon gras zijn. Er mag geen steen op de grond zijn. Het mag niet zo raar omhoog lopen hier. Het moet netjes zijn. Dus laten we beginnen met al het steen wat we hier kunnen vinden weghalen. En dat verplaatsen met gewoon gras of dirt in dit geval. Oké, we zijn bijna klaar met het eerste gedeelte, jongens. En dan moet ik eigenlijk even heel veel dirt hebben om dit dicht te bouwen. Maar ja, er zit natuurlijk allemaal dirt in mijn winkeltje. En dat ga ik er niet zomaar uitpakken, want dat is gewoon om te verkopen. Kijk, het eerste gedeelte hier is klaar. Daar niet van. Hoef ik alleen dit gedeelte nog te doen. Richt over een nederpad heen. En dan hier even. En dan dit laatste gedeelte. En dan is het eigenlijk al klaar. Ja, dan moet er natuurlijk nog dirt overheen. Maar dan is er genoeg gehakt. Maar ik denk dat ik dit eerst even dicht wil bouwen. Zodat ik de progressie kan zien. En dan voelt het wat minder kaal voor jullie. Dat is ook leuk voor jullie. Overigens hebben we echt er heel veel nieuwe cobblestone. Wat we gewoon in de furnace kunnen gooien. En laten we gelijk even kijken hoe het ervoor staat met ons steen. Ja, kijk, de kool is wel bijna op. En we hebben ook geen kool meer. Dus dat is wel iets akeligs. Maar kool vind je zo. Ik zeg heel leuk dat ik het dirt ga doen. Maar ik ga eigenlijk allemaal dingen door elkaar doen. Ik ga namelijk nu vast beginnen met het steen tussen de muren bouwen. En daarna gaan we de dirt plaatsen. We doen alles een beetje door elkaar. Ik ben heel benieuwd wat het resultaat gaat zijn van deze muur. Ik begin gewoon vet rennen met bouwen. En dan zie ik wel hoe het eindigt. Het maakt me eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Zolang het maar mooi wordt. Kijk, en dit is letterlijk een beetje hoe het begint. Zo begon het aan de andere kant ook. En uiteindelijk komen er allemaal meer details bij. Maar moet je zien. Ik heb één hoekje gedaan. En kijk hoeveel hokjes ik moet doen. Ik denk dat ik het per laag ga doen. Dat ik gewoon onderop begin en daarna naar boven ga. Oké, volgens mij is het eerste gedeelte klaar. En dat is alleen de linker onderkant. Maar kijk, het ziet er wel al wat opgevulder uit. Het begint... Oh, een heks. Hallo. Kijk, het begint er al iets opgevulder uit te zien. Wat ik al zei, maar in het begin is het een beetje, ja... Ja, het ziet er niet heel mooi uit. Maar dat had die muur ook, vond ik aan het begin. Dat ik een beetje dacht, oeh, ben ik wel mooi bezig. Maar uiteindelijk kwam het helemaal goed. En dan kan ik ook een keer alles gaan belichten. Want ik word helemaal gek van alle beesten die hier spannen. Alright, het begin is weer gemaakt. De onderkant zit er helemaal in. Aan beide kanten loopt het nu perfect door. De enderside komt er veel later pas in. We gaan eerst alle andere lagen doen. Deze lagen kost me ongeveer een kwartiertje tijd om allemaal te doen. Nou, misschien iets minder. Misschien iets minder dan een kwartiertje, ik weet het niet. Dus ik moet wel nog de poort doen. Maar mijn stone is een beetje op. Dus we gaan even kijken in de furnace wat we nog hebben. En dan moeten we weer opnieuw cobblestone erin doen. Maar dan moeten we ook gaan minen, want we hebben geen kool meer. Oké, de stone is er nu dus uitgehaald. Het zijn ongeveer 4 stacks. Dat is niet heel veel. Daar kan ik wel de ingang mee maken. Misschien dat ik eigenlijk de bovenste laag even kan doen. Maar dat is een beetje een rare volgorde. Maar dan heb ik de middelste lijn heb ik vast, weet je. Ik denk dat dit wel goed is, zoals dit. Een beetje verspieken en zo, maar er komen nog zoveel andere blokken doorheen, weet je. Dus wie weet pas ik het later nog een beetje aan. Maar ik denk dat de poort lekker natuurlijk voelt alsof je echt onder zo'n berg doorgaat, weet je. Wie weet hangt nog van dat dripstone hanker aan, weet je. Dat ik hier wat van die ondersteboven punten hang of zo. Dat lijkt me wel heel lijp. Dan is de eerste laag nu officieel af. Dan kunnen we beginnen met de tweede laag. Maar zoals ik net al zei, ik ga eerst de twee randjes maken. Of de drie randjes, sorry. En dan de drie randjes aan de andere kant. Maar ik heb nog maar 2 steken, dus ik hoop dat ik het red. Steen is op, we hebben nog maar 4. Het leuke is, ik heb wel, wat ik zei, de eerste hele rij kunnen doen. Het is donker, het is nacht, dus het is maar net hoe goed jullie het zien. Maar ik heb wel al de hele eerste rij kunnen doen. Ik ben begonnen met de andere kant ook gelijk. Ik moet gelijk dit even weghalen. Maar laten we voor nu even wat dirt halen. Want ik wil wat ik zei ook nog uitvoeren. Ik wil dat dirt plaatsen waar steen was. Zodat de vloer wat mooier is. En dat ik een pad doorheen kan maken. Dan ziet het er allemaal gewoon wat aangenamer uit. Maar daarvoor moeten we heel veel dirt hebben. En ik ga het niet uit mijn winkeltje stelen. Oh nee, mijn eten is op. Dat is ook een ding, jongens. Het eten is op. Dus ik moet sowieso naar het winkeleiland. Ik heb nieuw eten nodig van René. Wie is dit eigenlijk? Oh, dit is van Piek. Laten we even wat dirt niet al te veel halen. En dan snel wat eten halen. En dan kunnen we gewoon weer verder. Ik wil jullie trouwens allemaal echt nog eventjes bedanken voor het feit dat Content Veen zo goed gaat de laatste tijd. We zijn echt net begonnen ermee. Het is een hele nieuwe serie. En dat doet het al zo goed gewoon. De support die jullie achterlaten. Ja, dat is echt leuk om te zien, jongens. Laat vooral jullie leuke dingen achter. Ik zag laatst zelfs op Insta dat mensen al gewoon fanaccounts hadden voor Content Veen. Dat vind ik oprecht heel leuk. Mijn dirt is serieus op. Ik dacht dat ik veel te veel had meegenomen. Maar ik had gewoon nog lang na niet genoeg. Moet je nu zien, dit moet nog even opgevuld worden, dit gedeelte. En moet ik dat ook nog hakken? En dit is echt al 4-5 stacks dirt wat ik hierin heb gestopt. Maar ik moet wel zeggen dat ik gelijk het verschil merk, ook al is het nu nog poepiebruin. Ik moet wel zeggen, nu ik het een beetje een eigen vorm heb gegeven, zoals hier moet het eigenlijk ook nog
even iets meer natuurlijker zoals dit. Dat het er wel al beter uitziet. En leuk als er ook nog zo'n heel pad doorheen komt zo. En die dan helemaal daarin loopt. En dan kan ik andere paden, weet ik veel wat, laten doen. Huisjes bouwen, bomen. Ik wil custom trees bouwen. Ik wil van alles doen. Maar eerst moet het een beetje mooi worden geterraformd. Eerst. Eten halen. Ik heb wat extra's meegenomen trouwens. Zodat ik misschien nog wat steen kan kopen van de... ik ben wel... het is allemaal schaars aan het worden. René, die krijgt echt veel eten. 2 diamonds moet ik dan ook uitgeven. Jezus, René's Rijks heeft gewoon 10 diamonds. Oké, even wat steen kopen. Oh, al het andere steen is weg. Nee, oké, kan... Oh, mijn god, René is rijk. 5, 13, 10, 1. Oh, René die is echt rijk. Wow, hey, René die verdient wel veel geld, moet ik zeggen. Oké, 2 stack andersteen is 1 dia. Ja, maar er is maar 1 stack andersite. Oké, dan houdt ze me... Hou ik een stack van haar te goed. Doe ik er 1 diamond bij. Hou ik een stack andersite te goed van haar. Ja, voor de rest, het steen is op. Precies wat ik wil kopen is gewoon op. Het normale steen. Nou, we hebben op zijn minst een stack vis kunnen kopen. De rest moeten we maar zelf regelen. Laten we de rest volbouwen dan maar. En even kijken hoe we dit perfect kunnen vormen. Wat ik in gedachten had, is om hier een soort brugpadachtig te maken. Maar dan is het eigenlijk te laag voor. Het kan nog. We gaan even wat hout pakken zo. En dan ga ik even laten zien wat ik bedoel. Kijk, wat ik bedoelde is een beetje zoals dit, weet je? Dat de netherportal gewoon een langer pad is. Dat nog iets verder doorloopt dan dat het nu doet. En dat je er echt vanaf hier op kan. En dan het pad moet volgen. En dan kan je er wel afspringen, maar je kan er niet van de zijkant op. Je moet echt het pad volgen. Dus laat ik dat ook gewoon doen. Ja, dat gaan we zeker doen. Oké, het is opgevuld. En ik vind het er heel leuk uitzien. Oprecht. Ik vind het er echt heel leuk uitzien. En dit moet ik dan met andesite opvullen. En toevallig heb ik dat net gekocht. Hey, big brain. Eigenlijk gewoon toeval. Kunnen we het gelijk verstandig gebruiken door een beetje hetzelfde te doen als wat we hier gedaan hebben. En het leuke is, daar vul ik het ook daadwerkelijk op met dirt. Gewoon alsof het wederom, net als mijn muur, een beetje alsof het in de bergen zit. Alleen dan nu iets geforceerder. Wel gebouwd, dat kan je zien. Maar wel nog steeds het natuurlijke effect. Wat ik wil behouden. Oké, nou, dat was een vrij simpel iets. Want het is letterlijk nu al klaar. Ik hoef hier alleen die dingen nog op te doen. Waar ik dan leuk nog met hout nog hoger kan maken. En dan kan ik lantaarns op plaatsen. Of overheen laten hangen misschien zelfs. Maar dat komt ook nog wel. De belichting doen we ook later. Want voor nu, ja, dit is letterlijk het. Zo, hoppakee. We hebben nu een stukje van de muur gebouwd. Zo ziet het eruit. Een stukje van de muur zeg ik ook. Een stukje van de netherportal is weer verder af. En alleen dit moet nog gras worden. Dat is wel heel vervelend. Laten we hem zo de kans geven. Oh, trouwens. Ik wil hier helemaal geen gras hebben. Ik wil hier gewoon dit hebben. Ja, dit is vele malen leuker. Hier, dit is toch veel beter, joh. Dit is veel te moeilijk, doe ik. Kijk, zie je het verschil met die? Kijk, hier heb je dat dirtrandje nog. En hier heb je geen dirtrandje. Nee, kijk, dit is top. Ik twijfel nog alleen over dit blokje. Maar dat zien we vanzelf wel. Wie weet bouw ik hier nog wat anders van. Ik denk dat dit ook gewoon het algemeen beter is. Zo. Ja, nee, dat ziet er beter uit dan het ene rare blokje. Oké. Netherportal nog net iets aangepast. Dit groeit vanzelf allemaal naar normaal gras. Hier moeten we het wel allemaal nog helemaal weghakken. En dan... Oeh, dat wordt nog best wel veel dirt gebruiken. Overigens, als ik dit nu hak, heb ik wel cobblestone. Wat ik weer kan smelten voor deze muur. En het is allemaal één groot complot, jongens. Ik heb al meerdere malen aan jullie gevraagd wat jullie het leukst vinden. Maar laat zeker even van alle opties die ik heb. Van met andere pranks uithalen. De base progressie verder bouwen. De andere bases toegaan om te kijken. Laat gewoon zeker even je favoriete activiteit achter. Enig is, je kan op het moment niet de andere, want het is etenstijd ongeveer. Dus ik ben als enige online. Het is erg vervelend om telkens niet genoeg dirt te hebben. Maar ik moet het hier toch een beetje terraformen. Kijk, ik heb ook weer heel veel steen. Althans, steen, cobblestone. Wat ik om kan smelten tot normaal steen. Maar ja, daar moet ik weer kool voor hebben. Dus dat moeten we ook gaan hakken. Maar wat ik zojuist al zeg, ik moet hier toch een beetje gaan terraformen, weet je? Ik wil eigenlijk dat het hier ook een beetje hoger is. Alsof er platformpjes en laagjes worden gecreëerd. Zoals ik hier met deze muur heb gedaan, weet je? Dat het gewoon iets meer met laagjes is in plaats van gewoon puur platland met waar de berg in één keer een stuk steiler omhoog gaat. En zo is wederom mijn dirt op. Ik heb best wel wat dirt hier gehakt, maar ik kan het nog niet al te veel gaan hakken, want dan hou ik gewoon te lelijke spots open. Er spant van alles op mijn muur. De netherportal is klaar. Dit hier wordt allemaal nog gedaan, maar nu is het tijd voor mij om te eten. En daarna gaan we gewoon kijken wat we na het eten kunnen doen. En toen waren we er weer. En we hebben lekker gegeten. En dan nu, jongens, zijn er meer mensen online. Kijk wat ik net zei. Net was de etenstijd. Nu niet meer. Bram is er. En ik ben nog nooit bij Bram geweest. Ik ben bij iedereen geweest. Ik ben bij Justin en Robin geweest. Ik ben bij Lorenzo geweest. Maar Lorenzo hebben jullie ook nog niet echt gezien zijn plek. Maar vandaag, jongens, is het tijd om langs Bram te gaan. En ik heb tegen Bram gezegd. Bram, ik kom eraan. Ik wil wel groots welkomfeest krijgen. Maar eigenlijk is mijn plan om erheen te gaan. Een beetje te gaan sneaken. En dan een van Bram zijn meest waardevolle items te gaan stelen. Dat lijkt me heel leuk om te doen. Daarvoor ga ik even mijn spulletjes
is ditje hier. En ik wil wat kool van hem stelen. Dat vind ik wel een goeie. Oké, ik heb gevraagd. Koning Bram, heeft uw kingdom toegang via de Nether? Beste graaf Walnoot, uw vraag kan beantwoord worden met positief. Dus ik vraag wederom daarop. Is de Netherportal van Kingdom Ude al gelinkt aan de Netherportals van andere kingdoms? Het zijn helemaal geen kingdoms, jongens, voor de mensen die het afvragen. Maar goede rol blijven tonen. We missen Roeveen. Nee, niet gelinkt. Negatief. Dan gaan we er maar heen via Joris en Basis. Staat mijn sign er nog? Zeg maar dat mijn sign er nog staat. Nee, hij heeft mijn sign weggehaald. Wat jammer weer. Volgens mij is Bram's plek. Hij noemt het Kingdom Uden. I don't know. Is volgens mij die kant op. Kingdom Uden is het Romeinse Rijk. We hebben sporen gevonden. Kingdom Uden is dichtbij. Sporen zijn gevonden, jongens. Oké, ik denk dat we er elk moment zijn. En als we er zijn, dan moet ik even stil zijn. Ze kunnen mij natuurlijk gewoon horen. Maar volgens mij is het hier ergens in de buurt. We gaan kijken. Oké, jongens, we hebben het gevonden. Daar is het. Daar heb je Bram's basis. Hij heeft een huisje en een netherportal. Maar die netherportal is nog niet gelinkt. Dat is wel jammer. Maar het ziet er heel vredig uit. Ga kijken of Bram iets waardevols heeft wat van mij kan zijn. Geen idee of hij er is. Hij zei dat hij er was. Maar wie weet is hij er helemaal niet. Volgens mij hebben ze hem al gezien. Ik zag Lorenzo. Lorenzo is er ook. Ik zag hem ook shiften. Bram heeft meloenen. Bram heeft gewoon meloenen. Die gaan we claimen. Ik wil ook meloenen. Dankjewel voor de meloenen, Bram. Oké, we gaan zijn dingen stelen, jongens. Maar we gaan het niet grieven. Want uiteindelijk groeit dit groeit toch voor hem terug. Maar hij moet het niet doorhebben dat ik zijn meloenen heb gepakt. Auw! Auw! Nee, gedood! Het is mis... Nee! Nee, nee, nee! We zijn dood! Niet doen! Hallo, koning Walnoot. Hallo, jullie... Oh, dat zijn geen meloenen van jou. Die was net eten van het scheren. Je boom... Steek je boom in de fik. Ik ga even dingen van je stelen. Koning Walnoot, je hebt de eerste... Ja, hallo, hallo, hey. Yes. Troepen, troepen. Nether, wat zullen we... Praat! Ors, diamonds. Ga aan de kant, ik heb een pikker. Yes, koning top. Walnoot. Het was gezellig. Wat doet hij? Yes, het was gezellig. Ik geef me klein de duimers. Nee. Lorenzo. Ja? We hebben een dief in ons midden. Oh, ik hij weet het. De diamonds. Waar loop je nou naartoe? Maar waar de fuck is koning Walnoot? Ik weet niet, ik zie hem niet. Koning Walnoot, ik weet dat u mij hoort. Ik zie staat zojuist op het punt om een oorlog te krijgen. Enfin, kerel, ik kijk letterlijk in third person, maar ik zie hem nog steeds niet. Ik zie hem ook niet vanaf hier. Hoe zag je me niet? Ik zat op third person te kijken. Ik zag je oprecht niet. Wil je diamonds terug? Ja, ja, graag. Is goed. Yes. Nou, dat is gezellig. Nee, dat zijn ze niet allemaal. Oh, kut, sorry, ik kom niet door. Zo. Dat zijn ze nog steeds niet allemaal. Wat wil je dan van me? Ja, diegene die je gepakt hebt. Ja, hier. Nu bestel ik iets. Hé, hey, meneer de... Creepers. Let op, nee! Oh! Waarom ben ik nou dood? Hé, hey, meneer de creepers. Let op, nee! Waarom ga ik nou dood? Ik had veronderstelling dat ik een schild in mijn hand had. Oh, nee. En ik wil mijn schild activeren. En dan... Oh, nee. Nee, ik wilde mijn schild activeren. En dan gebeurt dit. Ik heb helemaal geen schild in mijn handen. Waarom denk ik ook dat ik een schild in mijn handen heb? Oh, wat ben ik ook dom. Oh, dit is zo ontzettend dom. Mijn spullen. Het is net als GTA 5 roleplay, jongens. Ik ga altijd alleen maar dood. Moet ik helemaal teruglopen naar dat poepstuk van Bram. Rot Ude, ik kom daar om Bram te pranken. En wat gebeurt er? Ik ga dood door een creeper. En omdat ik denk dat ik een schild in mijn handen heb. Waarom denk ik dat überhaupt? Ik heb letterlijk nog geen schild gemaakt. En dan denk ik heel trots ik hou recht de muis op en dat ik volgens mij rotte vlees en een visje in mijn handen. Nee! 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 Hij is er, help! Je moet hem helpen. Help! Waar is mijn spullen? Ja, in het huis. Ik wil de geschiedenis in boeken gaan van Kingdom Ude als de held. Die vocht tegen de creeper en doodging. Hoezo vocht? Je stond stil, sukkel. Ik dacht dat ik een schild in mijn hand had. Hier, we hebben alles in een kistje. Ah, en met twee diamonds? Die zijn in beslag genomen, dat is borg dat je betaalt. Nee, dat is geen borg. Ik kom met twee diamonds terug. Dat is borg. Nee! Dat is borg. Dat is geen borg. Weg dat gevaarlijke wapen, want u heeft maar drie hartjes. Ik kom mijn borg terug. Nee, hoezo? Je hebt letterlijk het landschap beschadigd van Kingdom Ude. Kom op. Dat zijn mijn diamonds. Je hebt het landschap beschadigd. Je hebt hier de diamonds gepakt. Dat is gewoon borg. Ik ga mijn diamonds terugpakken. Oh, stop. Zo,
Ik heb mijn diamonds terug. Hij heeft twee diamonds. Koning Lorenzo. Dat zijn mijn diamonds. Dit is borg. Dat je nee, dit is geen borg. Wolfjes, pak hem. Ah! Hier, er kunnen geen ladder klimmen, sukkels. Ja, nee. Schet u nu een fikje in. Dat kost nu twee diamonds. Dat kost 3 diamonds. Ik help wel, wacht. Nee, ik doe niet doen. Af, wij, nee, alles moet even groeien. Oh. Dat kost dan 3 diamonds. Nou, oké, dan is de borg betaald met die 2 diamonds, stop. Ja. Dus dit is Uden, ik had wel meer verwacht. Je hebt de nieuwe muur van Friesland zeker ook niet gezien. Nee, ik moet nog even langs Friesland. Dit kost 2 diamonds, borg. Het leidt de weg naar Koninkrijk, Friesland. Ja, oké. Okay. Omdat ik vanuit jou altijd heel makkelijk weer thuis kom. Stop, jongen, je verneukt het hele landschap hier. Ik doe helemaal niet. Hoe heb ik hiervoor heb gewerkt? Niet, dit is zo gespand. Gespand? Sorry, God heeft dit gezegd. Ja. Hier is het parcours van Kingdom Uden. En als jij niet 10 blokken ver kan springen, ben jij niet waard. Laat zien dan. En moet je wat... Hoe wil je zeg maar daarheen? Ik heb het gehaald! Juist, je bent waardig. Mijn boot. Van... Koning, je bevindt je nu nog steeds op de grens. Dit is... Ik zie jullie wel bij Kingdom Friesland. U bezit op het moment een USS Eisenhower in uw inventory. Ik wil dat u deze loslaat. Je wat? Oh, het gaat wel heel snel, het vuur. Nee, nee, het landschap. De USS Eisenhower heeft maar plek voor 2. Zie je Kingdom Friesland, loser. Ga maar lekker lopen. We gaan Kingdom Friesland terroriseren. Oh, ik zie een toren. Wat een lelijke. Wat een kut toren. Hé, hey, laat mijn toren met rust. Oh, het is meer dan een toren. Je hebt gewoon echt een muur gebouwd. Jongen, het is meer dan een hele muur. Je hebt gewoon letterlijk een kasteeltje gebouwd. Hé, je hebt ook een gracht, maar hij zit er echt. Ja. Ja, hij moet even gefixt worden. Hou je bek. Koninkrijk der Friesland. Nou, maar het allemaal. Oh, het is groot hier. Het is echt heel groot hier. Ja, ik weet het. Maar wat is dit? Is het binnen... Oh, die vlag. Ja, dat was het beginstuk, maar... Die schapen van jou. Hey, niet haat op mijn schapen. Hoe open ik hem nou? Nee. Oh, wat is dit? Het binnenhof? Dit is het binnenhof. Met mooi geplaatst water. Jongens, ik vond het een hoog productief iets om bij jullie allebei langs te gaan. Oké, okay, Lorenzo en Bram, die zijn letterlijk in de cave van René. Ik mag er nog steeds niet in. Ik moet wachten tot René er is en dan kan ik er pas in. Ik heb overigens Bramse 2 diamonds en ik heb wat meloenen van hem gestolen. Dus ik kan als ik wil een farmpje gaan maken nu. Waar ook niet altijd René er eten hoeft te kopen, maar ook zelf gewoon wat eten kan hebben. Verder, wat ik ga doen nog, is denk ik even de dirt afmaken. De muur wordt voor de volgende episode, want het is gewoon te veel werk om dat nu te doen. Dan zou ik beloven in de volgende episode is gewoon plop, klaar, tenzij er wat bijzonders gebeurt. En anders is hij gewoon klaar. Want ik wil je niet te lang op blijven hangen, weet je? Oh mijn god, nee, gaan jullie net weg, komt Rick aan. Nee, jullie zijn eindelijk, we gaan jullie eindelijk weg, komt Rick aanrennen. Hij stinkt hier. Oh, hey. Wel het hoedje af natuurlijk, hè, Gerard. Gerard. Even kijken, hè. Hey, ik ben helemaal geen Gerard. Oh, hey. Max, ja. Jij moet mijn basis even komen koekeloeren. Moet jouw basis even komen koekeloeren? Dat moet jij doen. Ik kom jouw basis even komen koekeloeren. Gaat hard, joh, deze baan. Ja, ik klopt. Wow, je gaat echt gewoon heel hard. Hoe ben jij nog sneller dan ik? Je klikt dat spatie heel snel, hè? Ja, mijn spatiebak vind ik niet fijn. Nee. Doei. Nee. Oké, okay, laat me jullie... Wow. Wow, ja. Dit is veranderd sinds de laatste keer dat ik hier was. Kijk deze. Wow, dit is ja, echt groot. Het is allemaal nog in aanbouw. Hé, dit is jullie... Dit wow. Wordt, kijk, dit worden allemaal verschillende gangen. Kijk, we hebben hier dus een gang. Ja, jezus, wat is dit groot. Daar heb je gang. Ja. Daar heb je gang. Dus dan wordt dit dan de farm. Maar oh, dit wacht die vloer. Ja. Wat satisfying. Wat lijkt, wat wordt dit? Kistenkamer of zo. Oké. Okay. Die decoratie die daar Doosie. Ziet, dat is allemaal groen. Ja, sick hoor dit. Wat vind je van de vloer hier ook? Ja, heb ik mee. Mooi. Dit is wel echt lijp. En die vis hieronder ook. En wat is ja, dit? Dit wordt, nou, dit is nu een villetje die slaapt. Maar... Oké, okay, dat nee, geloof ik. En dit is daar in- en uitgang. Ja, dat is, ja. Moet je maar eens naar boven kijken. Ik wil even kijken. Dit is groot. Maar helemaal via boven. Wow, dit is lijp, hé. Ja, toch? Ja, het is echt heel sick. Het is echt heel sick. Dit heb wel gegrind sinds ik weg was. Nice. Ik vind het ook leuk dat deze ingang hier zo natuurlijk is. Ja, dat is ook het idee. Daarom is dit wat wordt dit dan? Dit? Dit wordt farm. En, oh, dit wordt de farm en zo. Ja, omdat je hier allemaal bloemetjes ziet. Wow, hé. Heel sick. Echt heel sick. Oh, dit zijn de donaties tijdens jullie stream. 100 ja, euro? Damn. Ja, ja, 50 klopt, euro. Als iemand dan heeft gedoneerd, ja. Dan kunnen ze zelf bepalen op welk blokje ze willen zitten. En zo gaan Rick en Justin samen elkaar slaan de portal. Groot succes. Laat ik dan even de laatste dingen doen, jongens, door dit dicht te bouwen. Ik zit even te kijken of ik dit ga doen, want René de diertjes die staan wel op een bepaald niveau. Dus ik denk dat ik het nog één laagje dieper moet hakken. En dan vanaf daar gewoon letterlijk alles, mijn dirt moet terugplaatsen.
En dan de laatste Kratos even, want ik mocht van Justin heel veel, mocht ik wat dirt hebben. Dat zal ik nooit vergeten. Dan kunnen we het even dichtbouwen. En dan is de vloer is helemaal gefixt. En dan kan ik, volgende episode wil ik dus de muur helemaal afbouwen. En dan hoor je me goed echt af. Wie weet komt er wat tussen en dat het hem net niet wordt. Maar mijn planning is dat ik hem volgende video gewoon letterlijk af heb. En dan wil ik daarna gelijk de dinges gaan bouwen. De paden hier doorheen. En zodra ik dat gedaan heb, van het pad van die naar de netherportal. Dan wil ik beginnen met daadwerkelijk een huis te bouwen. Of een base in ieder geval. Want dan kan ik van Rick's ding kan ik een ruïne maken. Dat wil ik letterlijk echt laten lijken alsof het zo oud mogelijk is. Alsof het er al jaren stond. En ik wil alle sporen van Rick gewoon uitwissen. Oké, zover is het goed dicht, denk ik. Ik denk, ja, het ziet er beter uit. Kijk, dit is inmiddels ook al helemaal gras geworden. Deze moet ik ook nog even weghalen. En het ziet er nu rustig uit. Het geeft me even wat rust hier. Alles was zo versteend en alles was zo vol. Ik heb hier nog even een paar dingen geplaatst en even die boom hier weggehaald. En ik denk, jongens, dat dat hem dan ook maar is voor vandaag. We hebben, qua progressie valt het wel mee. De muur is een beetje bijgedaan, wat ik net zeg. De vloer hier, dit pad van de netherportal. En voor de rest was het gezellig. Naar Reno, naar Bram, even naar Justin's base. We hebben alles even gezien. Naar Dinkeleiland. We waren namelijk een weekje weg. En in de volgende episode gaan we weer heel veel progressie maken. Komt helemaal goed. Voor nu wil ik jullie dus ook bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als je het nog niet gedaan hebt. En like. We gingen echt voor die 2.500 likes. Tot de volgende keer. Deel even over content. Heel leuk. Spreek je later. Glaasje water. Tot 4 flesje bier. Doei!